Ik ben Richard Verzuilen, 48 jaar, timmerman van beroep en ik heb al duiven sinds 87. Mijn naam is Monique de Jong, ik ben de partner van Richard Verzuilen. Nou, hier in deze eerste twee afdelingen daar zaten de weduwnaars, daar zitten nu de jonkies omdat ik alles omgegooid heb voor het komende seizoen. Daar zaten de weduwdervinnen, die komen er ook weer, die zitten overdag in de ren. Daarnaast heb je de jonge duivenren met twee afdelingen en daarnaast zitten de kwekers. Ik begrijp dat jij op totaal weduwschap vliegt? Ja, klopt. Alles moet bij mij werken, want ik moet zelf ook werken. Dus ja, die duiven moet ook gewoon lekker aan de gang. En dan kun je ze allemaal optimaal benutten. En de dervinnen die herstellen wat makkelijker en dat vind ik prettig om mee te spelen ook. Dan kun je vertellen hoe hier een dagindeling eruit ziet? Mijn vrouw, ik ga 's ochtends vroeg naar het werk. Dus dan voer ik wel wat duifjes. En daarna, mijn vrouw die begint om 9:30 en dan begint ze met de dervinnen los te laten. Dan gingen de doffers naar het dervinnenhok, zodat ze roleren. En dan de jonge duiven. Dus de vrouw doet eigenlijk 's ochtends de hele ronde. En ik doe het 's avonds als ik uit mijn werk kom, de hele ronde nog een keer. Alleen de jonge duiven die gaan 1 keer per dag los en de oude gaan 2 keer per dag los. Ja. Kunnen we eens binnen gaan kijken? Ja, dat kan zeker. Nou, wat ik al zei, ik heb het al klaargemaakt voor volgend jaar. Maar hier zaten de weduwnaars en hier komen nu de jonkies. Want ik wil wat meer jongen gaan houden en wat minder oude duiven. Hier zitten nu de dervinnen en de jonkies. Nou ja, ik doe 's nachts altijd de schuiven dicht. Ook als het heel heet is en de zon staat op te knallen, dan doe ik hem ook dicht. Maar in principe zijn ze dus gewoon de hele dag open. Nou ja, hier heb ik wat speelse bakjes staan. Worden in het loop van het seizoen omgedraaid. En dan kunnen er een broedschaaltje in en kunnen die jonkies op een nestje spelen. Dit is de makke daarvin. Noemen we ook wel pindaatje. Als je een pindaatje hebt, dan vliegt ze je nog net niet aan. Nou, hier zitten de dervinnen in het vliegseizoen. Daar zitten nu dus ook wat laadje de jonkies bij, die heb ik nog laten lopen. En hier kunnen 30 weduwdervinnen in. En ik vlog vorig jaar begon ik met 60 oude vliegduiven. En dit jaar wil ik wat minder gaan houden, vandaar dat ik de boel omgedraaid heb. Ik heb nu nog 24 koppels. Nou, dan kunnen we wel even doorlopen naar het nieuwe weduwnaarshok. Nou, de doffertjes heb ik al gescheiden en hier zitten dus nu de jonge en de oude doffers. Dat is mijn beste dagvondduif, de 78. Die heeft dit jaar de 19e asduif, of dagvondduif. Nou ja, ik hou niet van dat hele strakke. Ik heb een klein beetje speels, dat de duiven even wat andere dingetjes hebben. Voerton, daar zijn ze ook altijd gek op. Ze hebben altijd eentje dat plekje en ik denk dat dat toch wel extra motiveert. Nou, voeren doe ik op de mestplanken, zodat niet het voer allemaal onder de roosters komt, want ik heb een hekel aan muizen. Hoe ben je eigenlijk aan die goede duiven gekomen? Nou, ik heb een badkamer gemaakt bij Guus Smit in Neder-Oostenberg. Die vliegt in afdeling 6. En daar kreeg ik 2 jonkies, broer en zus. En die duiven deden, als jong lieten ze zich eigenlijk al zien. En ook op Melum. En als jaarling en als tweejarig hebben ze het echt super gedaan. Hij werd ook 19e dagvondduif van de NPO. Dus ja, die duiven die hebben het gewoon super gedaan. Broer en zus en een kind eruit die vloog bij een andere liefhebber ook heel goed dit jaar op de dagvond. Dan ben je aangewezen kampioen dagvond van Nederland geworden. Hoe hoorde je dat eigenlijk dat je dat was? Oh, nou ja, ik zag wel dat ik stond 12e in de afdeling voor de onaangewezen. En ik wist wel dat ik vrij hoog stond, maar verder niet echt heel erg op gelet. Want ik ben altijd meer bezig met mijn mensen in de club om die eerst maar eens voor te zitten.
En dat gaat goed hoor, maar eerst maar eens in de club en dan Gioten kijken. En toen kwam ik op de club en toen werd ik gefeliciteerd door een andere liefhebber. En toen ging ik eens kijken en toen zag ik inderdaad tot mijn verbazing dat ik helemaal bovenaan stond. Dus dat was wel heel erg leuk om dat mogen meemaken. Afgelopen seizoen hebben we deze ren gekocht voor de jonge duiven. We hebben hem via Duivenmarktplaats, we hebben hem tweedehands gekocht. We hebben hem eigenlijk tijdens het jonge duivenseizoen er neergezet. Ze waren er snel aan gewend. We zijn er erg content mee. Ook vooral het water bijvoeren en het systeem wat ze dus kennen, wat ze in de vrachtwagen hebben, dat gaan ze dan herkennen. Waardoor de kans dat je duiven tijdens de reis in de vrachtwagen water gaan drinken een stuk groter is. En dat vinden we wel fijn dat ze dat nu vroeg aanleren. Je bent sinds 2016 met de duiven bezig. Ja. Maar ik hoorde van Richard dat jullie al 28 jaar samen zijn. Dat klopt. Dus er is nog hoop voor veel duivenliefhebbers dan. Ja, het kan altijd later nog komen inderdaad. Ja, want ik had inderdaad dat ik vroeger ook zoiets van jeetje, gaat hij weer naar de club? En jeetje, weer 's morgens vroeg op, waarom doet hij het? En we hebben nu gewoon echt de spanning dat we op zaterdagochtend allebei in ons bed liggen te woelen van zijn ze al los? Gaan ze al los? Hoe lang is het vliegen? En tegenwoordig doe ik ook via Google Maps heb je een functie afstand meten. En dan ga ik ook echt uitzoeken hoe lang het vliegen is. En dan proberen we een beetje te kijken wanneer we samen buiten gaan zitten. En dan proberen we alle kanten een beetje in de gaten te houden. Ja. En dan wachten op de duiven. Ja. En nou nationaal kampioen dagvond geworden aangewezen. Ja. Heel trots op denk ik. Ja, uiteindelijk wel. Ja, we wisten het niet, dus we waren er ook niet mee bezig. Het was een clubgenoot op de club die vertelde, of die feliciteerde eigenlijk Richard met het behalen van zijn kampioenschap. Het was Richard, hoe bedoel je? En toen hoorde hij dat dus. En uiteraard is dat natuurlijk een hele knappe prestatie. Ik vind het ook best wel knap, want Richard heeft vaak echt wel het gevoel van deze gaat vroeg komen. En soms is het een gevoel en soms is het ook naar aanleiding van het africhten. Dat we dan kijken, hey, welke heb echt drang op het hok? Welke kwam op tijd naar binnen? Ja, daar proberen we dan ook wel echt op te letten. En dat kan helpen met het op de juiste manier aanwijzen van je duiven. Nou, en hier heb ik dan mijn administratie. Ik heb ooit eens uit het post daarvoor gewoon een kopietje gemaakt. Nou, dat doe ik denk ik al 25 jaar of zo. En dan vul ik dan in de datum, afstand van de vlucht, aantal duiven in concours, aantal duiven gezet en het aantal prijzen. Ik hou een aparte lijst voor de doffers en de dauphin aan. Eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik vind, een duif moet geen kuddedier zijn, die moet gewoon in zijn eentje gaan. Dus als een duif bij mij niet een keertje bij de eerste drie van het hok geweest is, dan is het jammer voor hem, zeg maar. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar dan krijgen ze de eerste drie van de vlucht, die krijgen eigenlijk een kleurtje. En hand van dat kleurtje kan ik zien of ze een keertje vroeg op het hok zijn geweest. Dus de duiven met kleurtje, dat is goed. En de duiven zonder kleurtje, ja, die hebben gewoon pech. Klinkt heel hard, maar zo is het nou eenmaal. Daar vroeg op de klep, dat is het belangrijkste dat er is. En een stamboom, dat is leuk als die een mooie stamboom hebt. Maar ja, ik kijk er eigenlijk niet zo naar. Ik vind het belangrijkste eigenlijk gewoon vroeg op de klep. En goed keer goed. Geeft vaak ook weer goed.